gemaakt. Oh, nu weer. Het is zijn 8e van dit seizoen. En als het niet loopt, kijk je naar Van der Belt. Maar ze hier in Zwolle toch een klein beetje angstig voor zijn dat er straks een eredivisionist aanklopt. En schot ook. PEC Zwolle krijgt zo de kans van Tom Bos om nog wat te werken aan het doelsaldo. Van der Belt, Van der Belt, en die gaat er ook nog in. De tweede 5-0 voor PEC Zwolle dit seizoen. Een dik verdiende overwinning in Os. Een hele zorgeloze avond en dat was ook wel eens tijd. 7e goal van het seizoen voor Van der Belt. Dat is... En die zit erin. In een wedstrijd waarbij het heel moeilijk is voor Zwolle om echt tot kansen te komen, breekt een vrije trap van Thomas van der Belt de wedstrijd helemaal open. Van den Belt, nu zelf goal. 1-0 PEC Zwolle. Hij zoekt het geluk. Thomas van den Belt. En zet PEC Zwolle op voorsprong binnen het half uur. Voldoende spelers van Helmond Sport achter. En hier Van der Belt, ook alle ruimte om te schieten en dan zal je het altijd zien. PEC Zwolle alsnog een voorsprong, het uitvak ontploft. En bij Den Bosch zullen ze ongelooflijk balen. Kom naar Zwolle. En daar is de vrije kopkans en het doelpunt. 1-0 door Thomas van der Belt. Het komt Zwolle toe. Een bal binnen. En zo staat de teller op 5 voor PEC Zwolle. Dat een vrij eenvoudige aan. Verleek maar weer eens Van der Belt. Kans nummer 3 voor hem. En 3-maal is scheepsrecht. Want Gentges krijgt wel weer iets tegen haar, maar nu niet genoeg. 1-1 met Gentges, niet gescoord. Een kopbal op de lat. Nu weer. Van den Belt, klutsituatie en dan wordt hij van richting veranderd en is het 0-2. En dat is dik en dik verdiend. Thomas van
Van den Belt.